Op het gebied van techniek is de aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven cruciaal. Het metalen scharnierpunt speelt hierop in door praktijkopdrachten te ontwikkelen voor het techniekonderwijs. Belangrijk kenmerk is dat de manier van werken tijdens zo'n praktijkopdracht zoveel mogelijk is afgestemd op de beroepspraktijk. Dat gebeurt met de 7 stappen. Een stapsgewijze structuur van oriënteren, definiëren, ontwerpen, werkvoorbereiding, uitvoering, oplevering en nazorg. Hallo, ik ben Patrick en dit is Nick. Wij komen van het Ulis College. We hebben als methode het metalen scharnierpunt en daarbij hebben wij 7 stappen. En wij willen hier nou laten zien dat wij die 7 stappen niet allemaal zelf verzonnen hebben, maar dat die 7 stappen rechtstreeks uit het bedrijfsleven komen. En daarom zijn we nu bij RVS Nonferro om die 7 stappen te laten zien in de praktijk. Bij ons doen wij die stappen allemaal zelf. Oriënteren, definiëren, uitvoeren. We doen eigenlijk alles zelf. Alleen hier wordt alles door verschillende mensen en door verschillende afdelingen gedaan. We zijn hier nu bij stap 1, oriëntatie. RVS Nonferro, goedemorgen. Eigenlijk begint hier alles met een telefoontje. Ik verbind u door met de afdeling verkoop. Momentje. Verderop in het gebouw zijn we aangekomen bij afdeling verkoop. Op deze afdeling wordt met de klant besproken wat de wensen zijn van de klant en over het product wat het uiteindelijk zou worden. Ook wordt er over de prijs gepraat en daarvan wordt uiteindelijk de offerte gemaakt. Nou, dit wordt uiteindelijk de offerte. Hier staan de prijzen in, de uren die gemaakt worden voor het product. Hier staan afspraken in die met de klant zijn gemaakt. Frits, we hebben een tankje in opdracht gekregen. Ik wil jouw projectleider maken van dit tankje. Zijn er speciale eisen aan? Ja. Waar even goed op gelet moet worden, is het is voor de voedingsmiddelindustrie. Mm-hmm. Dus alle lassen dienen hygiënisch afgewerkt te worden. We zijn nu eigenlijk ongemerkt bij de stap definitie beland. En we gaan nu snel verder naar stap 3, ontwerp. Hier worden de tekeningen dus gereed gemaakt voor de productie en voor de werkvoorbereiding. En dus gaan we dus nu door naar de werkvoorbereiding. Stap 4. Op school krijgen we tekeningen en van die tekeningen maken wij een werkvoorbereiding en zagen en kniplijsten voor de uitvoering van een productie. Hier doen ze precies hetzelfde. Zou je dat niet beter zo doen? Volgens mij klopt dat niet. Hallo. Hoi. Dit zijn nou de tekeningen en de ontwerpen die van de werkvoorbereiding af zijn gekomen. Die gaan nu naar de werkplaatschef. Je kijkt er nog een keer overheen om het te controleren en dan wordt het dus in productie genomen. Alsjeblieft. Dankjewel. Dan ga ik me vast even omkleden. Als je het gestructureerd aanpakt van A tot Z en elkaar daarin blijft controleren, zullen er uiteindelijk minder fouten gemaakt worden, waardoor je een betere kwaliteit kan garanderen. Dit is hem geworden. Hij is nu door iedereen gecontroleerd. Hij gaat nu naar de klant. Ik informeer hoe het gegaan was met de ombouw. We komen nu van oplevering, stap 6. En we gaan nu naar stap 7, de nazorg. De nazorg houdt in dat je goed met de klant overlegt of alles goed is. Ik denk als ze nu al met die manier van werken aan de gang gaan, dat ze het later in de praktijk ook beter begrijpen. Ja. Voor de zekerheid controleren de leerlingen de werkwijze van de 7 stappen bij een ander metaalbewerkingsbedrijf in Uden. Bij ons op school hebben wij 7 stappen. Hoe zijn die hier bij jullie geregeld? Ook bij ons moeten al die stappen doorlopen worden. Zitten wel voor een heel groot gedeelte zitten die in, geautomatiseerd in verschillende systemen. En die systemen hangen dan ook aan elkaar en zodoende worden alle stappen eigenlijk vastgelegd in een systeem en één voor één afgelopen. En zeker naarmate een product complexer wordt, wordt het belang dat alle stappen goed gevolgd worden en dat er geen fouten in zitten. Om tot een goed eindproduct te komen, wordt dan steeds belangrijker. Kunnen er ook wel eens dingen fout gaan, dus dat je van stap 5
in één keer weer terug moet naar het ontwerp? Ja, kan uiteraard. Als er een, of als er blijkt in de productie dat er een fout is gemaakt, of een klant wil een wijziging, en dan moet er dus weer een product wordt dan hertekend, opnieuw een programma gemaakt, bij de machine alles aangepast en dan opnieuw gemaakt, controlelijst aangepast en dan uiteraard de verandering doorgevoerd en dan komt er weer een goed product naar buiten komen. Vanuit de ontwikkelgroep hebben diverse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven hun inbreng gehad in de 7-stappenstructuur. Het bedrijfsleven wil immers hun werkwijze graag vertaald zien in het onderwijs. Ja, de 7-stappen is ingebakken in ons proces. We beginnen natuurlijk met een contact met een klant en uiteindelijk moet dat leiden tot het opleveren van een systeem en een stuk nazorg. Dat klanten ook er vertrouwen in hebben dat wij ze helpen hun machine of systeem in de lucht te houden. Er is echt één groot verschil. Bij stap 7 heb je de nazorg. Bij het bedrijf is het zo dat nazorg wordt gepleegd op machines en middelen. En dat na een jaar weer een revisie gaat plaatsvinden bijvoorbeeld. Bij het onderwijs is het anders. De nazorg wordt gebruikt om de leerling te interviewen, te bevragen hoe hij het ervaren heeft, hoe hij gewerkt heeft. Aan welke competentie heeft hij gewerkt? Wat heeft hij positief ervaren voor zichzelf? Maar ook, hoe heeft hij het ervaren dat de docenten zich hebben ingezet voor zijn leerproces? Dus daar wordt ook commentaar op gegeven. Dat 7-stappenstructuur is exact hetzelfde als wat dus ook het competentiegericht leren is op mbo's. Waardoor eigenlijk dat vreemdheid van overstap naar een andere school, weer een andere manier van leren, dat is er niet. Het loopt in één doorlopende leerlijn door. En dat is juist precies wat we willen. Dus we zien nu al dat een aantal leerlingen die werken vanuit deze nieuwe visie en didactiek, of vooral in de 7-stappen dan, dat die binnen het bedrijf ook veel makkelijker functioneren. Dat het ook minder begeleiding kost vanuit de bedrijven. Het bedrijf veel enthousiaster zijn en daarom ook een daadwerkelijke verbinding hebt gelegd. Om techniekonderwijs en beroepspraktijk zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten, zijn niet alleen levensechte praktijkopdrachten nodig. Ook een goede relatie tussen scholen en bedrijven is van belang. Wij zitten in het stalinrichtingsgebeuren, zeg maar, voor de varkenshouderij. Wij verzorgen voor de UIS College ook stukken metaal, zeg maar. We hebben ook wel eens ooit wat dingetjes laten maken, zeg maar, ook in een soort van serie-achtige productie, dat ze toch nuttig en functioneel bezig zijn. Het contact van hoe doe je dat hier en welke materialen heb je ervoor nodig. Ik vind dat alleen maar nuttig om er een bevruchting naar elkaar toe te krijgen, maar vooral naar het onderwijs toe te krijgen, zodat de werkelijkheid ook het onderwijs binnenkomt. Je kunt met elkaar producten maken, je kunt met elkaar docenten uitwisselen. Ook wij hebben medewerkers in ons bedrijf die best in staat zijn om ook stukjes onderwijs te kunnen invullen. Die zullen daar best geholpen moeten worden in hun didactische vaardigheden, van hoe verwacht een school dat nu. Maar van de andere kant, ze hebben natuurlijk wel de techniek van vandaag tussen de oren. De ontwikkeling elektrotechnisch is gigantisch. Als onderwijs kun je dat nooit bijhouden, want je kunt jaarlijks je inventaris niet aanpassen. Maar dat je weet hebt dat een draadje niet meer getrokken hoeft te worden, of dat een verbinding niet meer gemaakt hoeft te worden omdat men daar iets anders voor gevonden heeft. Ik vind dat van belang, want anders sta je dus leerlingen op te leiden voor iets wat ze in de praktijk nooit meer tegenkomen. En elk bedrijf is trots op het product wat hij maakt, dus die wil met alle liefde en plezier natuurlijk dat die trots delen ook met de scholen in de omgeving.